De Surinaamse bank werkt er hard aan om versneld de solvabiliteit of kredietwaardigheid van de bank te verbeteren. De bank heeft daarom besloten een aandelenmissie te organiseren. DSW-directeur Hanna Leuhi-Gonish heeft gisteren in een persbriefing aangegeven dat in 2017 het herstelplan van de bank is ingezet. De uitgifte van nieuwe aandelen is onderdeel van het herstelplan, waarmee een gezonde basis wordt gelegd voor het verbeteringsproces van de bank. De aandelenemissie houdt in dat DSW 27.625.000 nieuwe aandelen zal uitgeven tegen een uitgifteprijs van 8 SRD. In de pas uitgekomen prospectus wordt uitgebreid ingegaan op de financiële informatie van DSW, zowel de historie als de prognoses en de verwachtingen tot en met 2022. Met deze emissie beoogt de bank 221 miljoen SRD aan nieuw kapitaal binnen te halen en de versterking van het eigen vermogen en daarmee uiteraard ook de verbetering van de solvabiliteitsratio. De financiële projecties die zijn gemaakt geven ons het vertrouwen dat DSB een solide en een gezonde toekomst tegemoet ziet. Verder is het belangrijk dat DSB, mede gebaseerd op het nieuwe beleid dat is ingevoerd, dat de beheersing van de kredietportefeuille veel beter gegarandeerd is dan voorheen. Wat ik hiermee zeg is dat wij in ieder geval erop kunnen vertrouwen dat herhaling van datgene wat zich in het verleden heeft voorgedaan rond de kredietportefeuille dus niet meer zal gebeuren. Directeur Leuhi werd tijdens de persbriefing bijgestaan door de directieleden Peter Nyadam en René van Rooij. Zij zegt dat de financiële projecties die zijn gemaakt het vertrouwen geven dat DSW een solide en gezonde toekomst tegemoet gaat. De aandelenmissie is reeds ingezet en loopt tot 20 november. De DSB-directeur benadrukt dat het uitbreiden van het aandelenkapitaal van de bank niet inhoudt dat DSB in problemen zit. Integendeel, de liquiditeitspositie van de bank is ruim. Dat hebben we altijd laten zien en dit houdt dus in dat wij vorig jaar, maar ook dit jaar en in de toekomst steeds aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Wat we beogen met die aandelenemissie is niets anders dan ons eigen vermogen versterken en tegelijkertijd ook sneller te kunnen voldoen aan de normen zoals gesteld door de centrale bank. Het is ook goed om te vermelden dat het succes van de emissie voor een groot deel reeds gegarandeerd is door Assuria, de grootaandeelhouder Assuria, die heeft gecommitteerd dat zij garant staat voor een bedrag van 170 miljoen van het totaal beoogd kapitaal dat wij proberen dus binnen te halen met de uitgifte van de nieuwe aandelen. Dat betekent dus dat ook al zou er geen belangstelling zijn dat het voor DSB vanuit de bank gezien een goede positie is en dat wij dus ook reeds nu kunnen rekenen op een versterking van 170 miljoen SRD van ons eigen vermogen. Dit betekent dat wij dus nu reeds een substantiële verbetering van de solvabiliteitsratio tegemoet zien. De emissieprijs van 8 SRD per aandeel is ook bepaald, is goed om dat te vermelden, op basis van de verwachte intrinsieke waarde zijn dit eigen vermogen per aandeel per ultimo 2018. Leuhi wijst er verder op dat het een aantrekkelijke investering wordt wanneer de winstcapaciteit per aandeel wordt afgezet tegenover de emissieprijs van 8 SRD. Beleggers kunnen zaterdag aanstaande in de bankethal van Torarica terecht voor een informatiesessie. Belangstellenden mogen zich tot morgen 2 november registreren op het e-mailadres.